Ik ben vandaag op het Anna van Burenplein, op het hoofdkantoor. En ik ga Ronald ontmoeten. En Ronald die werkt bij Healthy Living. En die weet alles van skills op de arbeidsmarkt. En dat is een onderwerp dat me na aan het hart ligt. Want hiervoor heb ik gewerkt bij Olympia en dat was een uitzendbureau. En wij waren daar ook heel erg mee bezig. Dus ik ben ontzettend benieuwd om van hem te horen hoe hij er nou tegenaan kijkt. Ronald, hartstikke bedankt dat ik er hier mag zijn vandaag. Mijn vraag aan jou is, waar kom je vandaan? Ik ben arbeidsmarktonderzoeker. En dat ben ik onder andere geworden door econometrie te studeren in Rotterdam. Ik ben daarna in Tilburg bij de sociale faculteit aan een proefschrift begonnen over flexibele arbeid. En uiteindelijk is het erop uitgekomen dat ik nu al 25 jaar met arbeidsmarktvraagstukken bezig ben. Vorig jaar mei in coronatijd bij TNO beland. En hoe bevalt het je tot dusver bij TNO? Ik denk dat ik thuis ben bij TNO omdat ik altijd zeg ik werk in de driehoek. Wetenschap, beleid en praktijk. En ik denk dat ik bij TNO precies in het midden van die driehoek terecht ben gekomen. Want hoe kwam je er nou zo bij om naar die arbeidsmarkt te gaan kijken en naar flexibele arbeid? Ik had econometrie gestudeerd. Ik was nog niet helemaal klaar met studeren. Ik wilde door. Ik vond een promotietraject dat toevallig over flexibele arbeid ging. En ik ben door het onderwerp gegrepen terwijl ik dat deed. Komt het erop neer dat ik dit nu al 25 jaar doe, waarvan 20 jaar bij de universiteit. En wat vind je nou het mooie aan die flexibele arbeid? Want je zegt, ik werd erdoor gegrepen. Ik dacht toen ik eraan begon, ik ben geknipt voor dit project, want het gaat om kwantitatieve analyse, daar ben ik voor opgeleid. En ik heb als student en als scholier alle flexibele banen die er bestaan, heb ik al een keer gehad. Dat is het mooie van arbeid en arbeidsmarktonderzoek te doen bij TNO, omdat dat ook heel erg inzoomt op de kwaliteit van die arbeid. Niet alleen welk contract hebben mensen, maar ook hoe ervaren ze dat werk, hoeveel identiteit ontlenen ze aan het werk, hoe identificeren ze zich met de organisatie waarvoor ze werken. Dat zijn allemaal dingen die in ander arbeidsmarktonderzoek vaak wat ondergesneeuwd zijn. En bij TNO staat dat eigenlijk heel erg centraal en dat maakt het heel interessant om hier te zijn. Als het gaat over die beroepen van mensen als pakketbezorgers en mensen in de schoonmaak, mensen in de catering, mensen in de beveiliging. De generatie van mijn ouders en mijn ooms en tantes hadden dat soort beroepen. En die hadden daarmee in die tijd prima werk met perspectief, met bestaanszekerheid. En dat is nu anders en dat is, vind ik, een zorgpunt. Nee, dat begrijp ik heel erg goed. Maar je hebt zelf ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ik heb altijd een soort van bewustzijn bij gehad dat wat ik deed, studeren, econometrie studeren, dat voor mij anders was dan voor een collega-student die ik op een gegeven moment sprak. Die zei, ja, ik had het er met mijn opa over, want die is hoogleraar econometrie. Ik zei, dat betekent dat je anders in zo'n studie zit als wanneer je vader procesoperator is en je moeder huisvrouw. En ik ben heel blij om te zien dat nu bij universiteiten meer aandacht is, meer belangstelling is voor eerste generatie academici. Dat de dingen waar we het nu over hebben, hoe mensen zich ontwikkelen, hoe ik me heb ontwikkeld, hoe jij je hebt ontwikkeld. Dat is eigenlijk onderdeel geworden van de arbeidsmarktvisie van TNO die we afgelopen mei naar buiten hebben gebracht. Dat is in de vorm van een whitepaper gebeurd dat we skills gevraagd hebben genoemd. En dat gaat dus over hoe zorgen we er nou voor dat op die arbeidsmarkt meer mensen zich sneller ontwikkelen in de voor hen goede richting. Maar dat is de grote ambitie die in die arbeidsmarktvisie van TNO besloten ligt. En laten we daar nog eens over doorpraten. Ja, leuk, goed idee. Laten we even een koffie pakken en daar verder over praten. Kun je wat voorbeelden geven van contacten die gekomen zijn naar aanleiding van die arbeidsmarktvisie en wat er concreet uit gaat komen? Een voorbeeld daarvan is, we hebben met de oprichters van Skoola, het digitale platform voor leren voor basisschoolkinderen, die zijn bezig met een digitaal platform voor leven lang ontwikkelen. Dat project heet inmiddels Chapter en die kunnen elk moment nu de markt opgaan met die app. Dat is een van de leuke dingen van bij TNO werken, dat je dus de samenwerking tussen wetenschap, onderzoek aan TNO kant, marktpartijen, ontwikkelingen en ook het beleid, want het ministerie van SZW is hier ook zeer in geïnteresseerd, dat je dat bij elkaar kunt brengen. Precies. Het leuke van die arbeidsmarktvisie die je hebt opgeschreven is dat het niet alleen een systeemvisie presenteert, maar dat het ook heel praktisch toepasbaar is, hè, met de skills-ontologie die je daarin neerzet. Kun je daar iets over vertellen? Die skills-taal is eigenlijk een belangrijk onderdeel, die skills-benadering is een belangrijk onderdeel
in die arbeidsmarktvisie. En we kunnen die skillstaal ook gebruiken als een soort van katalysator in concrete projecten. En als je dan kijkt naar je eigen skills, zijn jouw eigen skills wel toekomstbestendig? Mijn eigen skills zijn al 25 jaar toekomstbestendig. Het is wel zo dat ik een aantal skills nu gebruik waar ik nooit in mijn studie mee te maken heb gehad. Dus ik heb geleerd om data te analyseren en dat doe ik nou eigenlijk zelden. Dus ik maak wel eens grapjes als half autistische econometrist moet je mij vooral niet met mensen laten praten. En dat is eigenlijk het enige wat ik doe op dit moment. En dus ik heb een ontwikkeling doorgemaakt. En het is goed om te benoemen dat die ontwikkeling informeel is geweest. Eigenlijk is het zo dat iedereen zich bijna automatisch ontwikkelt. Door aan het werk te zijn. Door misschien maar 5 minuten per dag stil te staan bij hoe je werk morgen beter kan. Ben je jezelf aan het ontwikkelen. En dat is een belangrijk onderdeel van skillsontwikkeling. Dat daar zit de ingang voor verandering. Kun je uitleggen wat het ministerie van Sociale Zaken wat voor rol ze daarin spelen in die verandering tot stand brengen? Aan de ene kant denk ik niet dat het ministerie aan een aantal knoppen kan draaien om die verandering voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant denk ik dat ze wel dingen zouden kunnen doen die aansluiten bij die bestaande verandering die gaande is. En een van de beleidsdossiers waar ik op gewerkt heb, was het actieplan Leven Lang Ontwikkelen. En dat actieplan Leven Lang Ontwikkelen was eigenlijk een beleidspakket wat eigenlijk een ingreep was in het systeem. Daar zaten elementen in als het bevorderen van leercultuur in het MKB. En dat was een samenhangend pakket met alle partijen, soms wel 50, 60 partijen praten om die verandering voor elkaar te krijgen. En dat is voor een ministerie eigenlijk een vorm van beleid maken die relatief nieuw is. Niet zo vaak wordt geprobeerd en ook nog een beetje moeizaam voelt voor beleidsmedewerkers. En daar kan TNO dan nu een hele belangrijke rol in spelen. Leren denken vanuit een complexe systeembenadering en hoe dat dan leidt tot praktisch beleid, dat is wel ook een element dat TNO te brengen heeft in deze. Binnen Olympia zijn wij bezig geweest met een app om zeg maar die skillsbenadering dichter bij de werknemers te brengen. Maar dat is eigenlijk niet zo goed van de grond gekomen. Heb je daar ervaring mee? We zijn nu actief in samenwerking met een start-up die een app heeft ontwikkeld waarin al die fasen in de skillsontwikkeling zijn verenigd. En die app noemen ze Chapter. En wat is daar dan zo bijzonder aan? Ja, ik denk dat de oprichters van Skoola bewezen hebben dat ze engagement kunnen ontwikkelen. Dus dat ze mensen op hun platform kunnen krijgen. Ik denk dat zij daar dus goed in zijn en dat ze dus een soort van voorbij een kritische grens van gebruikers kunnen komen. Zij richten zich direct op de eindgebruiker, willen niet langs bedrijven, willen direct naar werkenden en werkzoekenden toe. En ik denk dus dat daar een soort van, daar zit de mogelijkheid om naar die schaalgrootte te gaan. En we kunnen daar elkaar helpen en elkaar versterken. Dus als TNO zijn we ook heel enthousiast over deze private partij die ook een bijdrage kan leveren aan die schaalvergroting die we nastreven. En dat kan ik ook wel even laten zien. Nou, hartstikke leuk. In deze app begin je met een soort van omgeving waarin je een assessment doet. Dus je krijgt een aantal vragen. Je ziet dat je die vragen beantwoordt en op een speelse manier erachter komt welke skills je al hebt. In de volgende stap krijg je een onderwijsprogramma aangeboden. Daar zitten leselementen in, er zitten filmpjes in. En uiteindelijk krijg je ook een paar testen, zodat je kunt laten zien dat je dingen geleerd hebt in die app. En het eindpunt van die app is dat je een concrete baan aangeboden krijgt van bijvoorbeeld een bedrijf dat zonnepaneelmonteurs zoekt. Of een zorgorganisatie die een helpende in de zorg zoekt. Dat is heel mooi, want zonnepaneelmonteur, daar heb je geen opleiding voor. Is heel hard nodig. En elektromonteur hoef je er niet voor te zijn. En die zijn ook schaars. Dus het is echt een hele mooie ontwikkeling dat dit kan. Ja, klopt. En dus het gaat om andere skills dan je misschien in eerste instantie denkt. En het is heel goed dat je zo'n app-platform hebt dat mensen voorsorteert op zo'n baan. Dat is een hele mooi voorbeeld van die skills. Dit is precies waar mijn hart ligt. En wat er voor mij nog bij komt, is dat ik hier ook in staat ben om vanuit TNO
marktpartijen, werkgevers te verbinden met de wereld van het beleid, met SZW, zodat de doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid ook daar beter gehaald worden. Hartstikke mooi, dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Het was een hele leerzame dag en ik vond het ontzettend leuk om Ronald te ontmoeten. En ik ben ervan overtuigd dat zijn visie op de arbeidsmarkt een hele mooie beweging in gang gaat zetten. En daarnaast, en niet in de laatste plaats, dat het TNO gaat helpen om schaarse onderzoekers te werven. En dat is een hele mooie uitkomst.